Karen Wouters is dus onze docent voor vandaag en zij is verbonden aan Android Management School als professor leiderschap en programmadirecteur van de masterclass Start to Lead. Daarnaast is zij ook onderzoeker en begeleidt ze organisaties bij de nieuwe rol van leiders in een dynamische omgeving. Doorheen haar carrière gaat ze altijd op zoek, of is zij altijd op zoek geweest naar de mix van academisch onderzoek en praktijk. Ze vindt het dus ook belangrijk dat haar lessen en werk met organisaties evidence-based zijn. Omgekeerd vindt ze het ook belangrijk natuurlijk dat haar onderzoekswerk praktijk relevant is. Karen, haar expertise ligt voornamelijk in de velden van gedeeld leiderschap en leadership development. Ze heeft artikels geschreven in deze vakgebieden en haar onderzoeksresultaten voorgesteld op zowel nationale als internationale conferenties. Haar meest recente werk rond gedeeld leiderschap schreef ze neer in het boek Naar gedeeld leiderschap, van oud naar nieuw leiding geven. Voilà, Karen, ik geef het woord graag aan jou. Moesten de deelnemers vragen hebben, zet ze zeker in de chat. Vergeet zeker niet naar al panelisten en attendees te sturen, zodat iedereen het ziet. Oké, dankjewel Tom voor de inleiding. En, dus ik heb inderdaad twee passies of twee expertise-domeinen. Zijn de gedeeld leiderschap en leiderschapsontwikkeling. En het is vooral dat laatste domein waar ik het met jullie over wil hebben in deze webinar. En heel concreet wil ik stilstaan bij een van de meer recente trends in leiderschapsontwikkeling. Het concept van leideridentiteit. Het is een concept dat in de literatuur de laatste jaren heel wat opgang maakt, maar we zien nog niet echt een vertaalslag naar de praktijk. Dus ik dacht dat het misschien wel goed was om eens te kijken van wat is dat juist, leideridentiteit? Waarom überhaupt belangrijk binnen leiderschap? En dan ook de vraag van en hoe kan je het versterken? Dus het grootste deel van het webinar gaat echt over deze topics. Ik heb het proberen interactief op te bouwen door met oefeningen aan de slag te gaan. Je zal zien dat het versterken van een leideridentiteit een heel andere benadering vraagt van leiderschapsontwikkeling. Het is een benadering die dat wij in Start to Lead hebben ingebouwd. Dus vandaar ook kort een toelichting van hoe dat programma eruit ziet, zodanig dat je toch iets kan zien van praktijkvoorbeeld. En dan heb ik ook Celina Raats uitgenodigd als Start to Lead alumnus met de vraag om een getuigenis te brengen, perspectief van een deelnemer. En Celina, ik zie dat jij bent binnengekomen onder de naam Karen Wouters. Dus misschien zo even zwaaien en dan weet ze dat jij Celina Raats bent. Ja. Dus welkom. Straks horen we graag jouw getuigenis. We hebben een half uur Q&A voorzien op het einde, maar ook in het midden ga ik een moment inbouwen waar dat je vragen kan stellen. Nu natuurlijk, als er prangende vragen zijn, zet ze in de chat, Tom beheert het. En hij zal ze dan wel een stop inbouwen, zodanig dat we die kunnen beantwoorden. Dus dat is zo'n beetje de agenda. Ik stel voor dat we erin duiken en met het werkblad aan de slag gaan. Dus als alles goed gelopen is, hebben jullie dit gekregen. In het beste geval zelfs ook voor jullie. Mocht dat niet zo zijn, zoals Tom zei, pak gerust een blanco blad waarop dat je dingen kan schrijven. Het is wel belangrijk van een aantal dingen echt te noteren. We weten uit onderzoek dat dat helpt om de reflectie te versterken. Dus zeker iets van papier en pen bij jou nemen. En ik zou dus een eerste gedachte-experiment willen doen. En dat komt hier linksbovenaan op het werkblad. Heb ik wat plaats voor zien. En mijn vraag naar jullie is om eens terug na te denken over een persoonlijk succesvol leiderschapsmoment. Over het laatste jaar. En dat vraag ik vooral omdat je het heel helder moet kunnen voorstellen. Mijn vraag is van hoe ziet dat eruit? He, als je denkt aan succesvol leiderschap, wat is dat juist? Hoe ziet dat eruit? En daar linksbovenaan heb ik dus plaats voorzien om er eventueel een tekening bij te maken. Als de tekening niet lukt, zou ik zeggen, schrijf zo'n aantal zaken neer van wat maakt nu dat je dit een succesvolle leiderschapservaring vindt. Het moet niet per se gaan over iets waar dat jij zelf leiderschap hebt opgenomen. Het kan evengoed iemand zijn in jouw omgeving. Het is gewoon wel belangrijk van dicht in je omgeving te blijven. Dus laten we wegblijven van zo de voorbeelden die dat we allemaal kennen uit publieke debat of de media. Dus met persoonlijk bedoel ik dicht in uw omgeving.
Dus ik ga jullie daar een viertal minuten voor geven. En ik zou zeggen, keer naar je werkblad. Denk er even over na en schrijf wat dingen mee of ga aan het tekenen. Succes ermee. Oké, ik hoop dat deze eerste stap gelukt is. Dan mag je even parkeren. We komen daar straks op terug. Ik heb nog een tweede vraag voor jullie. Zie je jezelf als een leider? Waarom niet? En ook daar heb ik plaats voorzien op het werkblad. Dus we komen hier bij deze vraag. Zie je jezelf als een leider? Waarom wel, waarom niet? En vooral die tweede subvraag is een hele belangrijke. Gewoon een tweetal minuutjes. Dus niet zo lang als de vorige keer. Dan moet je nu van start gaan.
Oké, nog 10 seconden. En bij deze vraag ben ik wel benieuwd naar jullie antwoorden. Het is wat ik de eerste zei, van dat mag je even parkeren, zou ik hier wel even willen vragen van, zet eens in de chat in het kort jullie antwoord op die vraag van, ben jij leider en waarom wel of niet? Dus Stefanie, jij zegt heel duidelijk ja, ik ben een leider. Dat zegt iets over de sterkte van jouw leideridentiteit. En de drive to do more vertelt ons iets over wat dat jij als leidercapaciteiten ziet. Boeiend, dank u. Joris, ik kan er zo hier en daar eentje uitpikken, hè. Oké, dus Joris, jij verwijst naar het feit dat je in een formele positie zit. En je stelt toch een vraagteken bij jouw leiderschap, dus ook daar. Hè. Misschien een eerdere matige. Ik denk het wel, zegt ook iets over leiderschapsterkte. En Soetkin, je zegt van het is een natuurlijk patroon, zegt ook iets over jouw sterkte van leiderschap. Het is een eerder sterke leideridentiteit. En dan Tim, je maakt een onderscheid op sommige vlakken wel, op andere niet. Het is wel boeiend hoe dat jullie de theorie al zo in een paar minuten bevestigen. En Robin... Je zegt van ik ben geen leidinggevende, maar wel sociaal leider in de teams waar ik zit. En ik ben blij dat je op basis daarvan dan toch ook wel een leideridentiteit aanneemt. En dan Leon nog niet. Dat is ook een boeiende. Dat is wat we noemen een provisionary leader identity. Hè? Dus zeggen van nu nog niet, maar in de toekomst zal het komen en geloof in... Nee, oké, leuk. Dus ik heb ze niet allemaal overlopen, maar toch hier en daar. Ik zal eens een stukje theorie geven, maar gebruik jullie eigen antwoorden om daar ook verder op te reflecteren dan. Dus zoals ik bij de start zei, leideridentiteit is een concept dat de laatste jaren opgang heeft gemaakt in de... toch tenminste in de academische literatuur. En van waar komt die interesse? Dat is eigenlijk door verandering in de context. We hebben met veel complexere vraagstukken te maken dan voorheen. En we merken dat organisaties heel sterk op zoek zijn naar andere manieren van organiseren, van samenwerken. Dat er ook een groeiend besef is dat leiderschap niet kan verengd worden tot enkel de leidinggevende. Dat we eigenlijk verschillende perspectieven nodig hebben, dat we ook het engagement nodig hebben van meerdere mensen. En het is in die zoektocht naar het vergroten van leiderschapscapaciteit dat we eigenlijk merken van we hebben een nieuw concept van leiderschap nodig. We kunnen niet enkel zeggen dat leiderschap is gelijk aan leidinggevende zijn. We hebben meer nodig, want we hebben eigenlijk leiderschap van iedereen nodig in de organisatie. En dan is het natuurlijk de vraag van oké, als we zeggen niet meer enkel vanuit het opnemen van een functie, wat dan wel? En het is daar dus dat het concept van leideridentiteit zijn oorsprong vindt. Men heeft in die nieuwe stroming meer de klemtoon gelegd op het feit dat leiderschap gaat over ik zie mezelf als leider en ik word gezien als leider. En dat is exact wat leideridentiteit is. Dus ik zie mezelf als leider en ik word door anderen gezien als leider. In de laatste jaren zijn er verschillende studies die gevonden hebben dat de leideridentiteit echt een cruciaal concept is voor het opnemen van leider. Dus als je een sterke identiteit hebt, helpt dat niet enkel in het opnemen van leiderschap en het stellen van leiderschapgedrag, maar blijkbaar helpt het ook in het meer effectief zijn als leider
En helpt het ook in het op zoek gaan naar bijkomende leiderschapsontwikkelingsopportuniteiten. Dus het is zo precies iets van een opwaartse spiraal, waarin dat het hebben van een leideridentiteit het hele proces versterkt. En daarom noem ik het als een katalysator. Dus het hebben van een leideridentiteit is echt een katalysator in uw effectiviteit en verdere ontwikkeling. Nu, als we spreken van identiteit, zijn er eigenlijk twee dimensies. Je hebt enerzijds de sterkte van je identiteit. En het was daar dat ik daar straks zo al een beetje naar verwees. Sterkte gaat van zwak, matig tot heel sterk. Dat gaat dus over de mate waarin je je identificeert met leider zijn. Daarnaast heb je ook nog wel integratie. En integratie gaat over in welke mate is je leideridentiteit deel van uw globale identiteit. Dus in welke mate zie je jezelf als leider over verschillende levensdomeinen heen? He, als ik mensen hoor zeggen van ik ben het wel op het werk, maar bijvoorbeeld niet in de vriendenkring of in mijn vrije tijd of vice versa. Dat zegt iets over de mate van integratie. Nu, de sterkte van uw leideridentiteit ontstaat niet in het luchtledige. En dat kwam eigenlijk ook al een beetje naar voren in jullie antwoord op de waarom beschouw je je als leider. Er zijn verschillende componenten die daar een rol in spelen. Een eerste, en die heb ik niet onmiddellijk gezien in wat jullie in de chat zaten, maar dat zal er waarschijnlijk wel tussen gezeten hebben. Een eerste component is de ervaring. De mate dat je leiderschapservaringen opdoet, versterkt jouw leideridentiteit. En zeker als het dan nog bekrachtigd wordt door je omgeving. Hè, als ze erkennen van hier heb je leiderschap opgenomen of knap hoe dat je dat gedaan hebt. Nu, dat kan zowel over succesvolle als niet succesvolle ervaringen gaan. Maar dus het hebben van ervaring in leiderschapsrollen gaat doorgaans je leideridentiteit versterken. Een tweede component is uiteraard het hebben van leiderschapscapaciteiten. Dus als ik sommige van jullie hoorde verwijzen naar bijvoorbeeld de eerste voorbeeld dat ik eruit haalde van ik heb een drive om meer te doen. Dat is een bepaalde capaciteit die u helpt om leiderschap op te nemen. En als je dan het gevoel hebt dat je die capaciteit hebt, dat gaat uiteraard jouw identiteit versterken. Een derde component, en is eigenlijk de belangrijkste en wordt vaak vergeten, wat heel bepalend is in uw sterkte van leideridentiteit, zijn uw denkbeelden. Dus in de literatuur noemen we dat onze cognitive schema's, maar onze mentale modellen van wat is leiderschap? Hoe definieer ik dat? Wat is voor mij een succesvolle leider? Is heel bepalend in de mate waarin jij jezelf als leider percipieert. En ik ga proberen met een voorbeeld te verduidelijken. Want er zijn eigenlijk twee mechanismes die daar spelen. Het is ten eerste een kwestie van alignment. Hè? De mate waarin dat jouw zelfbeeld in lijn is met hoe dat je leiderschap definieert, is bepalend in uw identiteit, maar ook de breedte van uw definitie. Hoe breder dat je leiderschap definieert, hoe meer dat je je kans verhoogt om leiderschap op te nemen. Ik ga een voorbeeld geven. Als ik aan mijn masterstudenten vraag, hè, bij de start van het academiejaar, van wie is er een leider? Dan gaan er maar heel weinig handen de lucht in. En degenen die omhoog gaan, zijn zo eerder twijfelend. Als ik dan doorvraag waarom dat zij zichzelf niet als een leider beschouwen, dan hoor je dat zij het definiëren als leiderschap is gelijk aan een leidinggevende zijn of een manager zijn en ik ben dat nog niet, dus nee, ik beschouw me dan nog niet als een leider. He, dus zie je, hun beeld van wat leiderschap is heel bepalend in de mate waarin dat zij zich een leider voelen. Nu, dat kan ook omgekeerd werken. Bijvoorbeeld diezelfde definitie van leiderschap is gelijk aan leidinggevende zijn, gaat een middelmanager wel sterker in zijn of haar leideridentiteit. Iemand die al in een zekere managementpositie zit, gaat op basis van de definitie van leiderschap is verantwoordelijk zijn over resultaten en mensen, gaat zich echt gesterkt voelen in zijn haar identiteit
als leider. Dus het kan in beide richtingen gaan. Nu omgekeerd, stel dat mijn masterstudenten leiderschap zouden definiëren als iets dat gaat over het hebben van impact of het verschil maken in de omgeving. Als dat hun definitie zou zijn, dan zou zij al veel sneller in hun carrière zichzelf als leider beschouwen, want ze zijn actief geweest, bijvoorbeeld in de jeugdbeweging of met de klimaatactie. Dus het is heel belangrijk om te beseffen dat leideridentiteit zo'n katalysator is in jouw effectiviteit en verder ontwikkeling. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te beseffen hoe bepalend die leiderschapsdefinities zijn in uw identiteit. Laten we eens kijken naar welke definities rond leiderschap er allemaal zijn. Er zijn er heel veel, maar dit is een goede startdefinitie, denk ik. Het heeft de basiselementen. Dus we zeggen leiderschap gaat over het beïnvloeden van mensen naar een gemeenschappelijk doel. Nu, hiermee hebben we nog niet gezegd wat effectief leiderschap is. En als we die vraag stellen, dan zien we dat er heel wat paradigma shift zal geweest zijn over de tijd heen. Als je teruggaat naar het eerste denken rond leiderschap, dan hadden we te maken met een eerder stabiele, veilige context. Organisaties waren georganiseerd als bureaucratieën met leidinggevenden die het overzicht behielden en van daaruit mensen aanstuurden. Dat was de meest efficiënte manier om op dat moment te doen. Iemand die daar vaak als voorbeeld wordt aangehaald als een leider is Henry Ford. Zie je hier op de foto. Wat is leiderschap in die context? Gaat het echt over de baas zijn? Het geeft u uw formele positie geeft u macht om mensen te beïnvloeden. Omgekeerd zijn mensen ook wel loyaal naar u toe, omdat je het ook echt beter weet. Je hebt dat overzicht en je kan delegeren. Nu, in de jaren 80 hebben we een eerste grote paradigma shift gezien. En dat had te maken met verandering in de context. Heel veel verandering, globalisatie, technologische revoluties. En Jack Welch hier op de foto had heel snel door van als ik mijn organisatie door die transformational change wil leiden, zal ik het niet enkel puur op basis van mijn formele autoriteit kunnen doen. Ik ga wat meer in twee richtingen moeten werken om mensen echt te vragen om above and beyond expectations met mij. Want dat is wat er gebeurt in een context van verandering. Kan je eigenlijk enkel zeggen aan de mensen van kijk, we gaan verandering tegemoet. Het grotere plaatje is helder, maar ik kan nu niet juist zeggen hoe. Maar alsjeblieft, stap mee op de kar en ga mee voor die verandering. Als je dat wil bereiken, dan vereist leiderschap veel meer het beïnvloeden van mensen in twee richtingen. Niet enkel top-down, maar ook mensen en verwachtingen in rekening brengen. Dus dat was een belangrijke shift die dat we gezien hebben. Een volgende shift is rond de eeuwwisseling gekomen, waarbij het dus niet enkel om veel verandering ging, maar ook een toegenomen complexiteit. En daar hebben we dan gezien dat die ene held het niet meer allemaal kan weten. Zelfs Jack Welch, hoewel dat hij het op een heel andere manier deed dan Ford, bleef wel die ene held die een organisatie trok. Terwijl we vandaag de dag zien dat we terug leiderschapscapaciteit van iedereen nodig hebben. En dus onze definitie van leiderschap in die context is veranderd, waarbij we zeggen van het gaat om een opnemen van een rol. En iedereen kan dat leiderschap opnemen. Nu, wat ik hier toon, dat zijn evoluties op macroniveau. Dus als we zo de temperatuur zouden meten op macroniveau, dan zien we deze shifts, dat die plaatsvonden. Nu, dat betekent niet dat we de voorgaande benaderingen overboord gooien. Er zijn nog altijd momenten van transformational change waar de benadering van Jack Welch nodig is. Dat is wat we noemen een transformationeel leiderschap. En we hebben ook momenten nodig dat we, zoals een Henry Ford, enkel op basis van onze formele autoriteit het verschil kunnen maken. Dus, maar we zien wel dat
de complexiteit van ons denken ruimer en ruimer wordt. Dus dat is op macroniveau. Ik wil het nog even op microniveau nemen en dan gaan we het terug op onszelf toepassen, hè? Maar als je dus deze evoluties op microniveau terugneemt, dan spreken we eigenlijk over verschillende complexity levels in onze leiderschapsdefinitie. En dat is een continuum waarbij we aan het ene uiteinde een meer simplistische definitie van leiderschap hebben, waarbij het zou gaan om het hebben van bepaalde persoonlijke karakteristieken die maakt dat jij een leider bent. Dat noemen we een meer personal dominance approach naar leadership. Dus dat kan gaan ofwel omwille van het feit dat je een bepaalde functie bekleedt, of omwille van bepaalde kenmerken waardoor dat je boven de groep uitsteekt. Dat is een meer simplistisch denken over leiderschap. Een volgend complexiteitsniveau noemen we interpersonal influence. En dat betekent dat we verstaan dat op sommige momenten toch echt wel nodig is om ook anderen in rekening te brengen en dat tweerichtingsverkeer te bewerkstelligen. Naar advies te vragen, naar input te vragen, te engageren om ze gemotiveerd te krijgen. En dan heb je de meest complexe definitie noemen we de relational dialogue. En daar definiëren we leiderschap als onderdeel zijn van een groter geheel, waarbij we op sommige momenten leiderschap opnemen, dus de lead nemen, en andere momenten eerder volgen. Nu ook hier, het meer complexe denken betekent niet dat we personal dominance en interpersonal influence overboord gooien. Het betekent dat we eigenlijk al die mentale modellen gebruiken om naar leiderschap te kijken en begrijpen dat we op sommige momenten in moeten zetten op die relational dialogue en op andere momenten onze personal dominance mogen laten gelden. Dus als ik nu even terugga naar ons concept van leideridentiteit. We hebben dus gezien uit onderzoek, het is een heel belangrijke katalysator om effectief te zijn en u verder te ontwikkelen als leider. Daarnaast hebben we gezien dat uw denkbeelden bepalend zijn in of dat je jezelf als leider beschouwt of niet. En dus ik zou willen vragen om even die oefening voor uzelf te doen en terug naar dat werkblad te gaan. Ik heb wat ruimte voorzien voor reflectie, dus terug zorg ervoor dat je wat neerschrijft. Maar dus de vragen die ik voor jullie heb is ten eerste van hoe zit het met mijn leideridentiteit? Als je teruggaat naar jouw antwoorden van heb ik een eerder zwakke, een matige of een hele sterke leideridentiteit? Identificeer ik mezelf met ik ben een leider? Dat is een eerste vraag, dus schrijf daar wat gedachten rond neer. En dan zou ik jullie willen vragen van wat maakt nu dat die sterk of zwak is mijn leideridentiteit? En om die vraag te beantwoorden moet je eigenlijk kijken van heb ik misschien een gebrek aan ervaring of juist heel veel ervaring in leiderschapsrollen en maakt dat ik een sterke identiteit heb of zwakke? Gaat het over bepaalde competenties die ik al heb of niet? En dan eigenlijk de belangrijkste, daarom dat die ook hier in het vet staat, ik zou graag hebben dat je je eigen leiderschapsdefinitie onder de loep neemt. En ik zal straks de laatste slide er terug bij halen. Maar op dat complexiteitsdimensie, waar situeert jouw eigen definitie van leiderschap zich? En onthoud daarvan hoe breder en complexer je de definitie van leiderschap maakt, hoe meer kans dat je eigenlijk jezelf geeft om een sterke leideridentiteit aan te kweken. Dus het is een beetje de vraag van in hoeverre helpt of belemmert de leiderschapsdefinitie die ik vandaag heb, helpt die mij in het mij leider voelen of niet? Dus ik ga jullie daar een paar minuten voor geven en misschien helpt het wel om deze slide erbij te halen. En na deze oefening ga ik een moment inlassen voor wat Q&A, want ik kan me inbeelden dat er nu wel een paar zijn. Maar laat het eerst nog even toepassen op uzelf.
krijgt er 2 minuten voor. En de vraag nog eens herhalen, Karen? Ik heb nog een deelnemer die de vraag nog eens wou horen. Ja. Dus het zijn eigenlijk een paar vragen. De eerste vraag is, als je teruggaat naar die eerste 2 oefeningen die ik je vroeg bij de start, van hoe sterk is uw leideridentiteit? Dus zie je het als zwak, matig of sterk? En dan ook, waarom zeg je dat? Dus wat bepaalt nu die sterkte van uw leideridentiteit? Ga daar eens terug naar misschien ervaringen die dat je al hebt opgedaan, competenties die dat je zelf ziet, maar vooral kijk eens naar uw definitie van leiderschap. Het beeld dat jij hebt van leiderschap, helpt u dat of belemmert u dat juist in het uw leider voelen? En denk daar terug aan het voorbeeld van de masterstudenten, die zich vaak geen leider voelt, omdat die leiderschap helemaal gelijk stelt aan leidinggevende zijn. En dan zeggen die mij van, nee, ik ben dat niet, want ik heb nog geen leidinggevende functie. En daar zeg ik van, misschien door het te verbreden, uw definitie, zou je je vandaag wel al leider kunnen voelen. En ik hoop dat dat geholpen heeft. Twee minuten zijn om, dus ik wil eventjes tijd maken voor Q&A. Zijn er vragen? Vraag op basis van het stuk theorie dat ik gaf of de oefening zelf. Dus Stefan, ik zie hier jouw vraag binnenkomen, hè, van hoe kom ik te weten of mijn leiderschapscapaciteiten oké zijn. Ja, dat is eigenlijk dan een volgende stap, hè. Ik denk dat het daar eerst belangrijk is om heel helder te krijgen van welk leiderschap dat je wilt opnemen. En dan ga ik straks nog toekomen. Dat is voor mij iets heel contextueel. In mijn opleidingen blijf ik vaak weg van heel normatieve modellen, omdat ik denk dat de realiteit onrecht aandoet. Dus een eerste stap is eigenlijk heel goed te begrijpen van wat heeft mijn context nodig, wat wil ik daarin opnemen. En eens dat uw rol helder is, dan is het een kwestie van ofwel via assessments, ofwel via feedback, ofwel via uitproberen, eigenlijk te weten komen van wat heb ik wel en niet, waar moet ik aan werken. Voilà. We hebben nog een vraag, Karen. Hè? Ik zal ze voorlezen, dat is misschien iets gemakkelijker. Vanuit mijn leiderschap zit er vaak één motiverend aspect aan. Hoe kan ik evalueren van motiverend naar inspirerend? En Tim, bedoel je daarbij het motiverende dat je met mensen heel individueel aan de slag gaat en zo probeert mee te krijgen? En dat je graag eerder het zou willen doen op basis van een sterke visie en inspirerende communicatie. Ik zal misschien ondertussen de vraag van Mireille nemen, want dat vind ik wel een hele boeiende. Mireille, jij vraagt van de definitie in de organisatie. En dat is inderdaad waar, ik had dat hier op de slide ook voorzien, dat de definitie die dan organisatie aanhoudt rond wat leiderschap is, heel bepalend natuurlijk is voor de individuele leiders. Ik denk daarvan, dat ga je zelf een beetje moeten kiezen van wil ik in dat plaatje meestappen.
Een heel dominante definitie vandaag nog is dat men wel sterk vertrekt van leiderschap is gelijk aan leidinggevende zijn en dat daar veel van de aandacht naartoe gaat. Terwijl anderzijds er ook heel wat organisaties vandaag zijn die wel op zoek gaan naar vlakkere structuren, meer autonome teamwerking. En in dat plaatje, die trekken de definitie van leiderschap wel over. Dus ik zou daar een beetje zeggen van als je inderdaad voelt van er is geen fit, hè, zou het een keuze kunnen zijn om op zoek te gaan naar de fit in een andere organisatie. Of als je denkt van nee, mijn organisatie zou er baat bij hebben van die leiderschapsdefinitie open te trekken, zou ik dat ook durven suggereren en eens kijken van in welke mate dat je dat kan doen. Want het is wel zeker waar dat de definitie van de organisatie heel bepalend is. En dan, Filip, zie ik jouw reflectie blij te horen. Ja, en VD, sorry, ik heb geen volledige naam, maar het is een beetje gelijkaardig aan Mireille, haar opmerkingen. Dus uw leidinggevende belichaamt ook vaak van wat de organisatie... Dus dat merk ik inderdaad heel sterk als ik dit verhaal binnenbreng bij organisaties. Want we hebben het niet enkel als een open aanbod, maar ook op maat. Ga ik altijd eerst ook met het managementteam aan de slag gaan om te kijken hoe dat zij leiderschap definiëren. Want het is wel heel belangrijk om mensen daar ook van bewust te maken. En ik denk dat ik daar niet meer kan zeggen van werk met uw context. Je gaat die moeten begrijpen, eventueel veranderen waar mogelijk en anders besluiten voor jezelf maken in je loopbaan. En ik ben naar de tijd aan het kijken. We gaan die vragen, hè, we hebben nog Q&A daarachter, maar ik heb wel het gevoel aan de vragen, merk ik wel, dat jullie mee zijn met het concept. Dus dat ben ik wel blij te horen. En hè, de gedachtegangen gaan in de juiste richting. Dus de rest van de vragen neem ik zeker op het einde nog op. Misschien helpt het om even te kijken naar wat dat nu betekent op vlak van leiderschapsontwikkeling. He, want we hebben vastgesteld, leideridentiteit is een belangrijke katalysator. Denkbeelden zijn bepalend in of dat je leider voelt of niet. En toch zien we die concepten niet vaak terugkomen in leiderschapsprogramma's. Wat dat we wel vaak zien in leiderschapsprogramma's, is dat men blijft focussen op de leidinggevende. En sterker zelfs nog, dat men dan met normatieve modellen aankomt om de leidinggevende klaar te stomen. En het is een kritiek die dat we als business school in het algemeen, niet wij als business schools, maar business schools in het algemeen al een paar jaar krijgen, dat we eigenlijk de future leaders niet voldoende klaarstomen. En deel heeft te maken met het feit dat onze leiderschapsdefinitie niet ruim genoeg is. En ik zeg vaak van, we zouden eigenlijk in de plaats van leiderschap te teachen, zouden we leiderschapsontwikkeling moeten teachen. En wat bedoel ik daarmee? We zouden eigenlijk mensen moeten klaarmaken om op een continue basis aan leiderschapsontwikkeling te doen en om ook heel complex over leiderschap na te denken zodanig dat ze beseffen van wanneer dat ze pas van de schoolbank vertrekken, dat dat een bepaald soort leiderschap is waar dat ze nodig hebben, maar dat dat een heel ander verhaal wordt vanaf dat ze later in hun loopbaan verantwoordelijkheid opnemen voor grotere entiteiten, et cetera. Zo, dus die complexiteit, de context meepakken, dat verwacht toch een heel andere benadering van leiderschapsontwikkeling. En ik denk een eerste belangrijke iets is dat we moeten vertrekken van een veel ruimere definitie dan dat we doorgaans doen. Dit is de definitie die dat we binnen AMS gebruiken. We zeggen, het gaat om het leveren van resultaten met mensen op een heel authentieke manier. Belangrijk hier is dat het verder gaat dan formele autoriteit. Het wordt dus eigenlijk een heel persoonlijk verhaal, want je moet voor jezelf afvragen van oké, welk leiderschap wil ik claimen? Want het is niet gewoon op basis van hun functie. Maar welk verschil wil ik maken? Het betekent ook dat je met de context rekening houdt. Dus als ik zeg van op een authentieke manier, dat betekent niet van my way or the highway. Authentiek zijn betekent wel nadenken over welk verschil wil ik maken, maar rekening houdend met de context.
En dat verandert over de tijd heen. Dus ik denk een eerste belangrijke beweging die dat we zouden moeten zien is in de plaats van met heel normatieve beschrijvende modellen af te komen, dat we dat opentrekken, een brede definitie voorbij formele autoriteit, persoonlijk verhaal en werken met uw context. En in die definitie zitten eigenlijk twee bewegingen. Hermina Ibarra noemt dat de outside-in en de inside-out beweging. En dat is belangrijk als je over leiderschapsontwikkeling nadenkt, gaat het over die twee bewegingen. In de eerste plaats zou je op een continue basis moeten kijken naar de externe omgeving. Beter begrijpen wat de noden zijn, wat er op je afkomt. En dat zijn eigenlijk de opportuniteiten waar je leiderschap kan opnemen. Nu, mensen als Celine en andere deelnemers van Start to Lead zijn gevraagd geweest om externe stakeholders te gaan interviewen over wat komt er op ons af. Dat kunnen we vandaag niet doen, maar ik zou toch terug om een beetje het proeven van gevoel te hebben, willen vragen om eens voor uzelf, en we komen terug op het werkblad dan, hè. Dus links onderaan heb je daar een vakje om wat dingen neer te schrijven over van hoe ziet mijn context er vandaag uit? Wat komt er op mij af? Wat leeft er in mijn organisatie? Wat zijn zo strategische uitdagingen? Wat zijn bepaalde veranderingsprojecten? Probeer eens via reflectie even tot zo die uitdagingen te komen en wat neer te schrijven. Het is gewoon een tweetal minuten dat ik je ga geven. Oké, dus dat is die eerste beweging, hè, van buiten naar binnen uw context bevragen. De tweede beweging is dan van inside out. Daar gaat het over de vraag van wie ben ik? Waar kan ik verschil maken? Dus wie ben ik? Natuurlijk, dat gaat heel ruim. Hè. Natuurlijk, dat gaan we vandaag niet kunnen doen. Maar om u een idee te geven, dat gaat over vragen als van wat drijft mij? Wat zijn mijn waarden? Waar ben ik sterk in? Welke overtuigingen leiden mijn beslissingen? En dat is eigenlijk om op een heel authentieke manier in uw context dan leiderschap te kunnen opnemen. Ik kan daar verschillende oefeningen rond doen. Eén die dat ik vaak gebruik is wat ik de Reflected Best Self exercise noem. Komt van de Michigan University. De oefening vraagt normaal gezien om een 10 tot 20 mensen te vragen naar 3 scenario's waar dat je op je best was. En dan moet je over die verschillende scenario's heen op zoek gaan naar thema's die aangeven wat je sterktes zijn. Nu terug, die oefening kunnen we niet in zijn volledigheid hier doen, maar ik wil je er wel terug van laten proeven. Dus mijn vraag is, denk eens na over 1 heel specifieke situatie waar dat je op je best was. Dat je echt in een flow zat, dat het voelde alsof alles vanzelf ging en dat je echt voelde van oké, hier ben ik het beste van mezelf aan het geven. Wat was het dan precies dat je deed? Hoe maakte je het verschil? Dus neem eens 1 minuut om daar even een paar dingen over neer te schrijven.
Oké. Dus we hebben die outside in, inside out. En dan in een laatste stap, en dat ga ik eerder meegeven als huiswerk. Daar gaan we hier geen tijd voor maken. Maar het is dus de bedoeling van vanuit die twee bewegingen te komen tot een helderder beeld van welk leiderschap wil ik opnemen. En zoals je kan zien, is dat natuurlijk een proces dat ongoing is. Het is niet dat je dat één keer die oefening doet en dat je een soort van check the box kan doen. Het is eigenlijk een dynamiek waar dat je voortdurend in moet stappen en je omgeving scannen. Kijken wat er op u afkomt, uzelf goed bevragen, in de spiegel kijken, om dan op een voortdurende basis leiderschap op te nemen en die rol voor jezelf helder te krijgen. Dus je ziet dat dat een heel andere manier is van leiderschapsontwikkeling dan echt het vertrekken van ik heb een leidinggevende positie en we gaan nu een aantal tips en tricks geven om die succesvol in te vullen. Dus veel meer dat ontwikkelingsgebeuren. Dan misschien nog een laatste iets over wat betekent dat teaching leadership development. Het is anders in die zin dat je echt aan wat we noemen verticale ontwikkeling wilt doen. Je wilt eigenlijk mensen helpen in het anders kijken naar de wereld, anders kijken naar leiderschap. En een dergelijke, wat we noemen verticale ontwikkeling, hè, in de diepte, vraagt dat je in nieuwe ervaringen stapt. Hermina Ibarra heeft een heel goed boek geschreven dat ik aanraad. Act like, you first have to act like a leader and only then you can think like a leader. Het idee dat ze zegt van leiderschap kan je maar ontwikkelen door het te doen. Je moet in nieuwe ervaringen stappen en dan doorheen reflectie je leideridentiteit versterken. Het is ook heel belangrijk om op continue basis feedback te vragen en te geven, omdat we allemaal onze blind spots hebben. Het is ook heel belangrijk om een supportnetwerk te hebben. Want als je goed aan verticale ontwikkeling doet en echt in de diepte jezelf bevraagt, dan kan dat soms wel een keer je op je grondvesten doen daveren. Dus het is wel belangrijk op zo'n momenten dat je dan ook kan connecteren en met peers aan de slag kan gaan. Dus dit is zo'n beetje, hè, vertrekkende vanuit het belang van leideridentiteit voor leiderschap. Dan de vraag van hoe kan je dat versterken? Daar zeg ik van, het gaat echt over zorgen dat mensen een heel goed begrip hebben van hoe ontwikkel je als leider en ze dan tools en handvaten geven om ook op een continue basis in dat proces te stappen. En dat is dus wat wij ook proberen te doen met het Start to Lead-programma. Ik ga het heel kort toelichten, maar dan vooral Stelina ook aan het woord laten voor het perspectief van een deelnemer. Dus hier is het algemene plaatje. Wat je kan zien is dat we starten met voorbereidend werk, een assessment van de context en zelf. Dat is eigenlijk om de mensen al mee te pakken in die outside-in en inside-out beweging. Dus ze komen toe met die scans en dan de eerste dag, dag en een half, het is eigenlijk residentieel dat we opstarten, gaat het echt heel sterk over van wat is leiderschap, wat is mijn leideridentiteit en hoe kan ik dat versterken? Dus dat gaat echt heel sterk over het beetje het verhaal dat ik jullie in het afgelopen drie kwartier gebracht heb. En we werken op die eerste sessie werken we naar een leiderschapsclaim toe. Dus op het einde willen we iets van draft rond van welk leiderschap wil ik opnemen, hoe zie ik mijn rol. En dan krijgen ze de opdracht om dat te gaan aftoetsen in hun eigen omgeving. Want uiteraard, leadership is claiming en granting. Het is niet omdat jij een claim maakt, dat die omgeving dat ook gunt. Dus de eerste opdracht die mensen krijgen, is eigenlijk bij hun leidinggevende en andere stakeholders te vragen van, wat denk je van mijn claim? Kan ik daar de organisatie mee verder helpen, et cetera? Dus het is echt de bedoeling van het naar de praktijk mee te pakken. Dag 2 en 3 gaan dan heel concreet over werken met mensen. Eerst op individueel niveau en dan op teamniveau.
Dus ik heb vandaag wel heel sterk beklemtoond van het start allemaal bij uw leideridentiteit. Als je geen leider voelt, dan is het heel moeilijk om verder te ontwikkelen of effectief te zijn. Dus dat is het startpunt, maar daarmee zeg ik niet dat er geen vaardigheden moeten getraind worden. Uiteraard wel, die komen in een tweede stap aan bod. Dus een eerste dag gaat het echt over, ik werk met individuen, dus hoe beïnvloed ik, hoe motiveer ik, hoe coach ik, hoe geef ik feedback, et cetera. En de laatste dag gaat het dan echt op het teamniveau, hoe werk ik met een team? Dus er zit een identiteitsverhaal in en een vaardigheidstrainingverhaal. Wat belangrijk is, is dat we heel sterk hen ook in die ervaring willen laten stappen. Dus ze hebben experimenten die dat ze moeten opzetten. Dus bijvoorbeeld het uitproberen van een feedbackgesprek of het uitproberen van motivatie. En waar we ook heel sterk op inzetten, is de peer coaching. Dus van bij de start geven we een bepaalde methodiek mee om mensen te helpen elkaar te coachen. En in de beste gevallen wordt dat zelfs verder gezet na het programma. Dan vinden ze elkaar terug als leergroep om af en toe een leiderschapsuitdaging een keer met elkaar te delen. Dus ik denk dat dat wel het grotere plaatje schetst. Celina, mag ik doorgeven naar jou om zo eens een perspectief van een deelnemer te geven van ja, hoe dat jij ermee aan de slag bent gegaan, wat je eruit hebt gehaald, et cetera. Ja, zeker en vast. Goedemiddag allemaal, ik ben dus Celina Raats en ik heb afgelopen najaar het Start to Lead-programma gevolgd aan AMS. En ik wil jullie graag toch een aantal zaken meegeven dat wanneer ik erop terugdenk, wat het mij heeft opgeleverd. In eerste instantie mijn eigen leiderschapsidentiteit doen ontdekken. En dat heeft dus inderdaad geleid tot die leiderschapsclaim waar Karen het over heeft. En ik wil toch echt benadrukken dat ik heb gemerkt dat dat een kritisch ingrediënt is om die stappen te zetten. Uw eigen leideridentiteit die blijft bestaan, ook al kom je in wisselende contexten terecht, waarin dat je dan je leiderschap op verschillende manieren kan tonen. En wat voor mij ook heel voelbaar was, was dat wanneer ik die leiderschapsclaim had gedefinieerd, dat die zowel klopte met wat ik zelf nodig had, maar ook met wat de organisatie nodig had. Dus dat was voor mij een teken dat dat goed in elkaar zat. En nadat ik dan mijn zicht had op mijn eigen leiderschapsidentiteit en de bijbehorende claim, dan kon ik dat ook verder gaan uitbouwen naar mijn stakeholders, waarin de tweede module dan vooral aandacht aan wordt besteed, en dan naar mijn eigen team toe. Wat ik doorheen heel het traject ook heel inspirerend vond, was om de leideridentiteiten en de claims van de andere deelnemers te leren kennen. En inderdaad, door die peercoaching kom je daar wel op een heel goede manier mee in contact, zeg maar. Als ik dan kijk naar de tweede module die eerder op de stakeholdering gericht is, dan kan je daar eigenlijk goed aan starten omdat je net dat inzicht hebt verworven in wat je eigen leiderschapsidentiteit en claim is. En dat zorgt ervoor dat je referentiekader en begrip naar anderen ineens veel groter wordt. Je gaat daar overeenkomsten in zien, maar je gaat ook de verschillen opmerken. En vooral die verschillen zijn interessant, want in de tweede module hebben we een heel aantal beïnvloedingstechnieken geleerd om eigenlijk aan de slag te kunnen gaan met die verschillen. Dus dat zijn technieken om zowel horizontaal en verticaal te kunnen beïnvloeden. Die hebben we dan ook meteen ingeoefend door dan ja, rollenspelen ook te doen. En wat ik ook heel interessant vond, is dat je ja, een soort van de magische knoppen leert ontdekken en bedienen. En die vertrekken vanuit de principes van dat wanneer iemand gemotiveerd raakt, dat dat altijd komt uit een basis van autonomie, belonging en competenties. Nu, ik ben hier dus zelf mee aan de slag gegaan en dat wel op twee niveaus. In eerste instantie in de huidige lopende projecten waar ik in zat als projectlid, dus niet vanuit een hiërarchische rol. En dan ook op strategisch niveau ten opzichte van mijn rol dat wel leidinggevende was. En deze van de afdeling die ik aanstuur binnen de organisatie. En wat heeft mij dat opgeleverd als resultaat? In de projecten heb ik daardoor veel sterker een standpunt in kunnen nemen en zijn daardoor sommige projecten in een versnelling kunnen geraken. En ik ben ook het gesprek aangegaan met ja, het hart van de macht binnen mijn organisatie, zeg maar. En ik heb daar ook granting rond mijn claim kunnen vragen. En dat heeft mij heel hard geholpen om mijn verdere positie als leider binnen de organisatie vorm te kunnen geven.
En dan in laatste instantie, in de derde module, dan heb je eigenlijk wijzigingen en veranderingen in je externe wereld kunnen aanbrengen. Maar dan is het ook tijd om de blik naar binnen te keren, naar je eigen team toe. Of dat dat nu een team is waar je op projectbasis mee samenwerkt, maar ook je eigen team waar je leidinggevende van bent. En daarin heb ik geleerd dat het echt cruciaal is om te weten welke interventie jouw team nodig heeft om te groeien. En er was een quote uit de opleiding en die is mij heel sterk bijgebleven. En dat is namelijk, het is de job van de leider om op te pakken of te laten oppakken wat de groep nodig heeft. En als je dat weet, dan kan je de juiste interventies ondernemen. Ik zal het even verduidelijken. Als je bijvoorbeeld gaat focussen op het behalen van resultaten in een team waar eigenlijk het vertrouwen nog niet goed zit, dan ben je nog zo hard proberen om die focus op die resultaten te leggen. Je gaat uiteindelijk je doel heel moeilijk of niet behalen. Dus toch zijn er zoveel leiders die vanuit zeer positieve intenties toch steeds opnieuw die verkeerde of minder goed getimede acties blijven ondernemen, wat uiteindelijk tot meer weerstand in het team zal leiden. Dus we hebben een methodiek gezien die duidelijk maakt welke principes dat je in je team eerst scherpgesteld moet krijgen, alvorens dat je kan opstijgen naar een hoger niveau. En wat mij daar heel sterk in geholpen heeft, is dat je eigenlijk per niveau kan zien van welke acties kan ik nu best ondernemen om met mijn team naar dat hoger niveau te gaan. Daarbij bracht de groep van deelnemers ook heel veel cases aan, waar mijn perspectief rond hoe een teamontwikkeling kan verlopen eigenlijk ook heel sterk heeft vergroot. En dat heeft mij als resultaat opgeleverd dat ik goed heb kunnen inschatten in welk niveau mijn team vandaag de dag zat en wat ik dan concreet als leider moest ondernemen om onszelf als team naar dat hoger niveau te brengen. Dat was in een notendop wat ik ervan heb meegenomen. Het zou veel uur duren om echt alles aan jullie te vertellen wat het mij heeft opgebracht, maar ik denk dat met dit dat ik toch wel de belangrijkste zaken heb kunnen schetsen. Dankjewel, Selina. Je blijft nog even voor Q&A ook, hè? Absoluut. Dus ik denk bij deze zou ik graag de opening the floor voor vragen. Tom, ik weet niet of dat jij er al zo'n aantal dominante weerkerende hebt. Ik heb ondertussen geen nieuwe meer gekregen. Ik had er nog wel er straks rond leiderschapsidentiteit. Wat als die niet strookt met hoe jouw leidinggevende leiderschaps definieert. Dus als jouw eigen definitie breder is, terwijl de organisatie door leidinggeven onder leiderschap verstaat en dus ook het nut van leiderschapsopleidingen voor jou niet inziet. Dus dat vraag ik. Ja, daar hadden we het al een beetje over gehad, hè? En dan wat als de omgeving je ziet als een moreel natuurlijke leider? Ikzelf zie dat niet. En dan had ook nog Tim er straks op jouw vraag geantwoord. Individueel en als team de mensen motiveren, de juiste drive erin krijgen en houden. Ik denk dat als de mensen meer geïnspireerd zijn, ze automatisch gemotiveerd zijn. Dus dat was het antwoord op hetgeen wat jij er straks meegaf. En nu komen er nog een paar vraagjes binnen. Okay, ik zal wel meelezen, Tom. Dat zal... Ja. Dus Roos, ik versta jouw vraag dan een beetje als dat het als bedreigend door andere mensen wordt ervaren. Hè? Ja. Nu, dat is heel moeilijk om daar zo een antwoord op te geven, omdat ik daar echt de context ook voor zou moeten kennen. Maar het is waarschijnlijk, ik vermoed dat het dan wel iets zegt over het klimaat van je organisatie, waar dat het hiërarchische leiderschap nog heel dominant aanwezig is en dat informeel leiderschap als bedreigend wordt ervaren. Dus dat zegt waarschijnlijk veel over de leiderschapsnorm.
En als dat speelt, dat is geen gemakkelijke opdracht om als individu iets aan te veranderen. Ik werk bijvoorbeeld heel veel met organisaties die de keuze maken om van een bureaucratie naar meer autonome teamwerking te gaan, dus vlakkere structuur. Dat vraagt ook een verandering van die leiderschapsnorm. En dat zijn zaken die aan de top moeten gebeuren. Inclusief de raad van bestuur inderdaad. Maar dat zijn strategische oefeningen die moeten gemaakt worden. Dus als individu is het niet gemakkelijk om daar verschil te maken. Maar ik zou vooral vanuit, als je voldoende blijft werken vanuit de context, hè, wat de context nodig heeft en daar leiderschap in opnemen, zou ik hopen dat je daar wel je natuurlijk leiderschap mag trouw blijven. Maar terug, we zouden elkaar moeten ontmoeten om daar echt over in gesprek te gaan. Oké, dus Stefanie, hè, dat je zegt van het is iets anders van leiderschap voelen als zijn. Of, dat is inderdaad een belangrijke. Want ik heb vooral het verhaal verteld vanuit claimen van leiderschap. Maar weet wel, en Celina heeft er straks naar verwezen, dat leiderschap is zowel claimen als ook granten. Het moet gegund worden. Het is wel die dynamiek. Dus in die nieuwe traditie, waar dat we kijken naar leideridentiteit, is die beide bewegingen. Dus enerzijds moet je voor jezelf helder krijgen van welk leiderschap wil ik opnemen? En anderzijds, hè, zoals de oefening die dat ik bij Start Elite geef, is het wel heel belangrijk om op verschillende tijdstippen af te toetsen bij mensen, relevante stakeholders, van klopt mijn claim? Kan ik dit leiderschap opnemen? En het is in dat proces, dat is echt waar dat de ontwikkeling in zit. Wat ik heb ervaren dat mijn claim juist kon stellen en wat ook zorgde dat wanneer ik met mijn claim naar het hart van de macht ging, is dat ik op voorhand wel had gekeken van klopt die claim met wat ik zelf nodig heb en ook met wat de organisatie nodig heeft. En wanneer die in balans waren, merkte ik dat mijn claim veel beter landde bij mijn stakeholders. Ja, super. Katja, ik heb hier een vraag erboven gemist. Hè? Wacht, Stefan, ik ga even naar jouw vraag. Dus welke tips heb je voor het uitbouwen van een supportnetwerk? Wel, ik zou daar... En je hoort dat wel vaker. Ik weet niet of dat je al gehoord hebt van die leiderschapsgroep die Wouter Torfs en Frans Kolruit en Joost Callens nu al vele jaren voor zichzelf hebben opgericht. Maar ik vind dat wel een inspirerend voorbeeld. Dus dat zijn nu allemaal eigenaars van familiebedrijven. Het is ook zo dat zij elkaar gevonden hebben. Maar ik zou Stefan echt aanmoedigen van misschien op zoek te gaan naar mensen die op een of andere manier een connectie hebben en ook in die zoektocht willen stappen van leiderschapsontwikkeling. En dan eventueel al dan niet gefaciliteerd door iemand extern. Op regelmatige tijdstippen samen te komen om echt te kijken naar uw leiderschapsuitdagingen. En Celina zal dat kunnen bevestigen. De methodiek die dat ik hen aanleer is eigenlijk geen rocket science. Dus dat noemt de OASE-methodiek of de case-methodiek. Dus zoek dat gerust op. Als je niet direct iets vindt, mag je een mailtje sturen en dan geef ik wel wat informatie. Maar daar krijg je eigenlijk een bepaalde flow om te gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Maar het is dan wel heel gedisciplineerd over wat is mijn leiderschapsuitdaging en hoe kunnen anderen mij helpen in dat vraagstuk. Dus ik denk dat het een kwestie is van daar initiatief in te nemen, gelijkgezinden te zoeken en dan hopelijk veel van elkaar te kunnen leren. Ja, dat doen we, Stefan. We gaan connecteren. Dus Katja, jouw vraag. In veel bedrijven nog steeds de vraag naar een organogram met titels en verantwoordelijkheden waarin autonome teams dit minder belangrijk zou moeten zijn. Hoe kan je de competenties, identiteit meer zichtbaar maken zonder titels? Nou ja, dat is een boeiende vraag. Moet je eventjes denken aan organisaties. Ik denk spontaan aan in the pocket.
Dat is een organisatie. Ze zijn bijvoorbeeld, ze hebben de Payconic ontwikkeld en ook de app voor Colruyt. Ze zijn heel snel gegroeid in een beperkt aantal jaren, hebben ervoor gekozen om autonome teamwerking heel agile te werken. Hoe maken zij competenties? Ja, zij spreken in functie van rollen. Zijn ook heel sterk met ontwikkeling bezig. Dus mensen krijgen wel bepaalde... Dat zijn geen functietitels, maar zij werken wel met rollen. Om duidelijk te maken van wie heeft welke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Maar ik heb de indruk, ik zou hen eigenlijk moeten bevragen van hoe dat ze dat naar buiten toe dan communiceren, dat weet ik zo niet. Ik weet gewoon in-house dat zij echt een heel sterke ontwikkelingsmindset hebben, voortdurend inzetten op competenties en dat dat ook afstraalt van mensen. Maar hoe doen ze dat nu, Katja? Dan moet ik u het antwoord schuldig blijven. Dat weet ik zo niet direct. Maar ik weet wel dat iedereen daar heel fier rondloopt met wat dat ze doen en kunnen. Dus er moet toch iets zijn. Dus daar ga ik eens over moeten nadenken. Roos. Nou ja, dus Roos, je hebt een vraag om dan zo inderdaad iets van een leergroep op te starten, hè? Ik kan niet direct aan in denken. Ik denk wel spontaan aan Elke Jurissen als naam om aan haar te vragen of dat ze er weet van heeft. Elke Jurissen is heel veel bezig rond vrouwen en leiderschap. Heeft een uitgebreid netwerk. En misschien heeft zij wel weet van dergelijke groepen. En anders zou ik dat ook op LinkedIn durven die vraag stellen en zien wat er op u afkomt. Het is leuk dat jullie zo die actie willen nemen. Dat is eigenlijk echt leiderschapsontwikkeling. Dus Filip, je hebt de vraag van hè, hoe ga je om met een organisatie die verwachting rond nieuwe leiderschap wel heeft, maar dat de leidinggevende zelf dit nog niet zien. Hè? Ja, dat is eigenlijk... Bij de intro heeft Tom gezegd hè, dat ik zowel met leiderschapsontwikkeling als gedeeld leiderschap bezig ben. Heel mijn onderzoeksverhaal rond gedeeld leiderschap gaat daarover. Van wat doet dat met leidinggevenden als ze inderdaad gevraagd worden om een nieuwe stijl aan te nemen? Nu weet daar, dat is niet min wat je eigenlijk van die mensen vraagt. Want het gaat niet enkel om een nieuwe stijl aannemen, maar ook een nieuwe identiteit. Want zij hebben... Ja, hun fierheid te halen uit iets anders dan gewoon status. Het zijn toch andere overtuigingen die spelen, andere drijfveren. En wat we gezien hebben daar uit onderzoek is dat enerzijds de organisatie daar heel wat werk heeft te leveren. En ik ga dat ja, heel kort... Dus het is belangrijk als organisatie dat je durft te breken met het oude en dat je een nieuwe norm installeert en dat je ook aan de top dat voorbeeldig leiderschap toont. Ook belangrijk als organisatie dat je genoeg tijd en ruimte geeft voor mensen om op verhaal te komen en ja, hun weg daarin te vinden. En dan is het inderdaad een kwestie van met die leidinggevende aan de slag te gaan. En heel intens, een leiderschapsontwikkelingstraject. Ik heb het bijvoorbeeld met de 90 leidinggevenden van Kind en Gezin, nu ondertussen agentschap opgroeien, gedaan. Dat is een investering. En wat dat je vaak in die verhalen ziet, is dat organisaties wel heel veel met de teams bezig zijn, maar niet zozeer met de leidinggevenden. Niet vanuit een slechte bedoeling, maar omdat ze denken van die zullen het wel redden, maar dat is niet. Die groep moet evenveel aandacht krijgen als de teams. Dus ik denk vooral, dat vraagt wel ook een paar jaar, Filip. Dat is niet iets om overnight te verwachten van mensen. Want we zijn gepokt en gemazeld in het meer hiërarchische leiding geven. Dank je wel. Er zullen ook wel groepen bestaan voor oudere mannen.
Bedankt voor de tip, Ilse. Christel heeft hier nog een vraag. Wat als aandacht binnen de organisatie gaat naar resultaten halen, business laten draaien, weinig ruimte blijft om te evolueren in leiderschap? Ja, daar, Christel, lijkt het mij een kwestie van een business case maken, hè, voor dat leiderschapsontwikkeling. Want uiteindelijk is het inderdaad waar dat dat over een lange termijn perspectief gaat. Maar dat is voor training en opleiding en ontwikkeling in het algemeen, dat het vaak als eerste sneuvelt. Terwijl als we een lange termijn perspectief aannemen, dat we eigenlijk zouden moeten kunnen zien dat dat, zoals ik zei, van, het is echt een manier om leiderschapscapaciteit van je organisatie te vergroten. Weet je waar dat, mijn vraag vaak wel heel gemakkelijk landt? Dat is bij scale-up organisaties. Die merken dat ze heel sterk aan het groeien zijn en die ook merken dat ze als managementteam vaak dan nog klein onder druk staan en zeggen van we redden het niet meer als we dat alleen doen en we willen die agility behouden. Dus Karen, help ons om die leiderschapscapaciteit te verruimen binnen de organisaties. Dus die zien dat heel sterk. Van dat het opbrengt. Maar dat is iets in grote organisaties, een perspectief dat verloren is gegaan. Dus ik denk daar een kwestie van toch die business case te maken. Ik denk spontaan aan een Pfizer, waar AMS ook heel actief aan de slag is. En dat is nu toch wel een organisatie die heel sterk op resultaten gericht is. En toch ook inzet op leiderschapsontwikkeling. En nu bijvoorbeeld het laatste idee in tijden van corona gaat dat dan over met managers samen gaan wandelen en aan peer coaching doen. Hè? Dus echt het verhaal dat ik nu gebracht heb. Dus ik denk dat het niet of-of is, dat dat echt en-en. Die derde sessie rond teams leiden. En Celina, ik ga jou ondertussen ook al wel laten denken, hè? Of dat jij daar iets ideeën rond hebt. Ja, ik heb daar wel een idee over in de zin van toen ik als deelnemer in de opleiding zat, was ik zowel projectlid in verschillende teams die met projecten bezig waren en was ik dus ook hiërarchisch leidinggevende. Maar ik kan wel zeggen dat eigenlijk de methodiek die daar is gezien, dat die mij zowel heeft geholpen in de teams waar ik als lid zat, als het team waar ik hiërarchisch leidinggevende was. Omdat het echt gaat kijken naar de teamdynamiek en de principes waar je als team, ongeacht in welke context dat je samenwerkt, aan moet voldoen voordat je naar dat hoger niveau kan gaan. Dus ik zie hier in de vraag dat je een zeer individuele functie hebt op jezelf, maar wellicht kom je wel in samenwerking met andere mensen uit de organisatie in functie van een bepaald project. En ook daar geeft die methodiek en de inzichten wel duiding bij, vind ik. Dank je wel. Dus een roos zit in een VC2 die snel aan het groeien is. Erg aan het zoeken tussen verschillende vormen. Niet alle medewerkers zijn rijp voor relationeel leiderschap. Nee, dat is zelfs niet eigen aan jouw context, Roos, denk ik. We zien die diversiteit overal, in kleine en grote organisaties. Maar ik denk daar dat het vooral belangrijk is van wel dat ontwikkelingsperspectief te blijven aannemen. Of die mindset aan te nemen. En mensen wel mee te pakken in dat verhaal. En daar tijd en energie in te steken. Ik geloof wel heel sterk. Ik ben natuurlijk niet objectief, hè, omdat ik in die branche zit. Maar ik geloof wel heel sterk in de kracht van ontwikkeling. En dat het mogelijk is. Maar het is enkel vanuit die mindset dat je natuurlijk mensen daarin kunt meepakken. En ik denk daar dat verschillende snelheden oké zijn.
Zolang dat je wel als organisatie helder stelt van hier willen we uiteindelijk wel naartoe. Ik heb nu heel recent met een organisatie gewerkt die de luxe had om van nul te kunnen beginnen. En die konden natuurlijk in hun aanwerving daar ook wel heel sterk naar kijken. Hè, in welke mate dat er een fit was in leiderschapsdefinitie. Nu, we hebben niet altijd die luxe om dat te doen. Dan zou ik geloven in die ontwikkeling. Maar weet wel, als we spreken over die verticale ontwikkeling, dat is niet zomaar even een tweedaagse van vaardigheidstraining. En ook bij Start to Lead. Ik zie dat als een ingang zetten van een ontwikkelingsproces. En Celina gaat er verder mee aan de slag. En dat is een ongoing. Hè. Het is veel meer de tools aanbieden om dat blijvend te kunnen doen. Ja, dat klopt inderdaad. Het meeste werk heb ik verzet in de periode nadat ik de opleiding heb afgerond, omdat eigenlijk wanneer je de verschillende modules volgt, er zit wel tijd tussen, wat op zich al heel goed is om hetgeen dat je in die module hebt gezien, om daar dan meteen mee aan de slag te gaan. Maar vanaf dat je dan de 3 modules hebt voltooid, dan ja, wordt het zo'n compleet geheel. En dan is bij mij pas echt de doorstart gekomen en heeft dat toch wel ja, tot heel wat veranderingen geleid bij mezelf. Dus... Zijn er nog vragen? Even kijken of ik er gemist heb. Ja, ik denk, Roos, dat het in een opleiding stappen en frameworks en tools krijgen gewoon inderdaad helpt om dat extra perspectief te krijgen en de tijd uit te trekken. Maar het is ook wel aldoende dat je leert. Hè. Dus ik denk dat het wel die combinatie is, daarom dat ik het ook wel belangrijk vind om die experimenten in te bouwen, dat mensen er echt mee aan de slag gaan. Bij Start to Lead zit de sterkte eigenlijk vooral in al het werk dat er zo tussentijds en tussen de mensen gebeurt. Er zijn ook weinig momenten van lecturing. Hè, dat zijn altijd heel korte stukjes, hè, Celina. Dat is niet heel veel theorie dat er aan bod komt. Het is echt met uzelf aan de slag gaan en ook tussentijds reflecteren. Maar ik denk wel dat die tools helpen om een keer uit het gewone dagdagelijkse te stappen en een keer anders naar de dingen te kijken. Wat mij ook heeft geholpen is, je wint in module 1 met dat canvas, waar dat jullie nu in het webinar een deeltje van hebben gezien. En je ziet dat canvas eigenlijk gevuld en gevuld geraken naarmate dat de modules verder zich opvolgen. En eigenlijk, omdat je spreekt van ja, het is tijdsrovend en dergelijke, maar omdat je toch met dat canvas werkt, kan je er ook heel makkelijk terug instappen. Wat dus ook maakt, als je er tussentijds mee wil bezig zijn, gewoon dat canvas er al bij pakken en daarmee duik je al meteen terug in die materie, zonder dat je zelfs naar de PowerPoint specifiek van die module zou moeten gaan kijken. Voor mij was dat canvas echt... Ja, een leidraad om voor mezelf die acties te gaan definiëren en die reflecties te blijven doen. Zijn er nog vragen? Waarom
Dus Mohamed, uit jouw vraag zie ik van, het wordt jou eigenlijk gegund, maar je wil het niet claimen. Dan zou ik... Ja, het is zeker die wisselwerking die nodig is. En ik zou daar dicht bij jezelf blijven. Dat claimen is wel belangrijk om op dat lange termijn dat te blijven doen. Want als je het enkel vanuit een gevoel van ik voel me dan verantwoordelijk of het werd mij gevraagd. We zien wel soms mensen die dat heel sterk leiderschap opnemen vanuit zo'n soort van verantwoordelijkheidszin. Dat zijn wel de mensen die het gemakkelijkste in een burn-out geraken. Omdat het eigenlijk extern hen wordt gevraagd of opgelegd. Dus ik zou daar zeker voorzichtig mee zijn. Als je het zelf niet ziet, van daar ook niet per se in te stappen. Maar ik zou wel voor jezelf ook durven kijken van welk leiderschap. Want ik heb eigenlijk het gevoel dat als je de definitie van leiderschap heel ruim maakt, dat iedereen wel op een of andere manier leiderschap zou kunnen opnemen. Dus het is zo'n beetje een dubbel antwoord, hè? Enerzijds zeg ik van, het is heel belangrijk hoe je er zelf naar kijkt. En anders zeg ik van, kijk toch nog eens goed. Want ik denk eigenlijk wel dat iedereen op een of andere manier leiderschap kan opnemen. Dankjewel, Katja. Ik heb de indruk dat de vragen zo wat... Ah nee, daar komt nog een van Stefan. Is er een verband tussen leiderschap en charisma? Dus Stefan, als ik Jack Welch daarboven haalde daar straks, dat is, het is in die context dat het concept van transformationeel leiderschap is ontstaan. Hè, omdat men op zoek was naar van wat maakt nu dat sommige mensen in een transformational change wel succesvol zijn als leider en anderen niet. En men heeft daar gevonden dat dat afhangt van vier elementen. Dat is charisma, inspirerend kunnen communiceren, intellectueel kunnen stimuleren en aandacht hebben voor individuele noden. Dus charisma is eigenlijk één component van wat dat we noemen een transformationeel leider. En in de context van verandering is dat belangrijk. Maar terug, ik vind het wel belangrijk om dan ook te zien van het is ook in die context. En het is niet het volledige plaatje. Want bijvoorbeeld als ik dan van die scale-up de vraag krijg van Karen, hoe kan ik de leiderschapscapaciteit van mijn organisatie vergroten, dan ben ik eigenlijk met dat model van transformationeel leiderschap niet veel. Want dat geeft mij geen antwoord op hoe kan ik iedereen leider maken. Dan heb ik eerder de theorie van gedeeld leiderschap nodig. Dus ik hoop dat dat helpt. Zijn alle vragen gesteld? Succes, Roos. Dus jullie ontvangen ook nog de opname en de presentatie van vandaag. En verder kunnen jullie ook op onze website nog meer informatie terugvinden over de masterclass Start to Lead. Dankjewel allemaal. Het is spijtig dat we niet echt in interactie konden gaan. Ik hoop dat we nog wel een keer zo'n moment vinden om dat te doen. Ik zou zeggen, laat de lunch smaken. Gebruik het werkblad alvast. Misschien kan het al helpen om je leideridentiteit te versterken. Als er nog zaken zijn, mag je altijd via mail of LinkedIn uitreiken. Ik connecteer met plezier. Ik beantwoord ook met plezier nog vragen. Succes ermee, Ilse. Ik denk dat iedereen ongeveer aan het vertrekken is. Dus over enkele minuten sluit ik ook het webinar af. Nog eens bedankt allemaal voor jullie deelname.
En hopelijk zie ik jullie binnenkort.